Zaterdag 15 mei was het weer zover. Met oorverdovend geluid van meertonige klaksons reed een kolonne van vele trucks door het land van Heusden en Altena. Met als doel mensen met een verstandelijke beperking een leuke en gezellige dag te bezorgen. Stichting Sport en Spel Gehandicapt, als ik het goed zeg, organiseert jaarlijks de Truckersdag, zo ook vandaag. Ja. Hoe komt die organisatie zo tot stand? Die is 45 jaar geleden zo'n beetje, is die opgestart als een soort van oppasservice. Ouders onderling om elkaar te ontlasten. Ja, en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een stichting die wekelijks toch wel 4-5 verschillende activiteiten organiseert. En Truckerdag is dan een jaarlijks terugkerend evenement. Ja. Na een lekker kopje koffie of thee was men rond 9:30 bij het transportbedrijf Van der Stelt in Giessen vertrokken voor een mooie rit door Altena. Hoeveel vrachtauto's rijden er mee in die stoet? Er rijden er vandaag zo ruim 100 mee. En hoeveel mensen mogen jullie daar blij mee maken? Er zijn hier de hele dag nu zo rond de 375-400 mensen in de weer. Deelnemers, chauffeurs, vrijwilligers, maar dus ook de muziek. Ja. Ja, een hoop gezelligheid. Leven de deelnemers er ook echt naartoe naar deze dag? Ja, ja, ja. Ja, al maanden van tevoren wordt daarna gevraagd wanneer is het weer. En dus dat leeft enorm. Na een mooie route ging men weer richting huiswaarts. Over de Woudrichemse dijk via Woudrichem bereikte men rond 9:30 de eindbestemming waar men eerder die dag was gestart. Daar wachten alle deelnemers nog een feestelijke afsluiting van deze gezellige dag. Ja, inmiddels de stoet zit erop. De vrachtwagens komen aan hier op het terrein van Van der Stelt in Giessen. Wat staat er nu vanmiddag nog op het programma? Vanmiddag, we gaan hier dadelijk eten. Dus zijn er lekker frietjes aan het bakken. Er staat een auto van Defensie. Daar mogen ze in kijken. Daar mogen ze eventueel mee op de foto. En Wim van de Heuvel komt natuurlijk zingen. Maar dat is al jaren vaste prik. Kunnen niet zonder, Wim. Ja. Dus lekker hapje eten en een feestelijke afsluiting van deze dag. Juist, klopt.